hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms lopen de spanningen hoog op. Een beetje agressief. Heb ik jou hier de eerste keer gezien, of niet? Ja, dat ik hier was. Stoor je zo voor me. Ja. Stoor een partij breed te doen. En soms blijkt er nog veel meer aan de hand te zijn. Heb je ook je spullen niet? Nee. Nou, kom erbij. Nee, dit verzin je niet. Maar altijd komt het goed. Hi. Hey, deze week is daar Suzanne. En Suzanne, jij bent boos. Ja. Op wie? Op smederij van Roekel. Stel, je wil gewoon een bank om op te zitten, een tafel om aan te eten en een kast om je boek in te zetten. Daar betaal je voor, maar het zal wel eens niet. Je krijgt je spullen niet. 8 maanden lang. Nou, dat is in de notendop de service van smederij van Roekel. Daar gaan we. Goed. Suzanne, jij bent boos? Ik ben heel boos. Misschien goed als je vertelt waarom. Ik heb in december meubels besteld bij de Staalhoeve. Afgesproken dat die in de eerste week van mei geleverd zouden worden. En uiteindelijk wacht ik daar nog steeds op. Ja, dat heb je in december gedaan. Ja. We zijn nu 8 maanden verder. Het is niet grappig, maar het duurt wel heel lang. Ja, ondertussen is het al lachwekkend. Ja, ik heb net even alle correspondentie zitten lezen tussen jullie. Nou, dat blijft maar gaan ook. Je hebt die meubels besteld. Toen zouden ze in maart komen. Maart dit jaar en toen? Ja, ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van het is overgenomen door Van Roekel. Ja. Dus dat was een overname of iets dergelijks. Geen idee, maar goed. Een faillissement bleek achteraf. Ja. Toen heb ik wel gevraagd van blijft de bestelling bestaan zoals ze eerst veranderd toch wat aan de prijs? Nee, dat was allemaal in kannen en kruiken. Was helemaal prima. Ja, dat is nu smederij van Roekel. Ja. Ja. De eerste levering, dat zou zeg maar in april zijn inderdaad. Toen heb ik een week van tevoren gevraagd van... Ja, hoe zit het daarmee? Ja. Komt er al wat deze kant op? Nou ja, uiteindelijk was er toen nog helemaal niks. Nee. Dat duurde nog eens een tijdje en nog eens een tijdje. En wij zitten natuurlijk te wachten op die meubels, want we zouden gaan verhuizen. Ja. Uiteindelijk was het dus dat de wieltjes die onder de eettafel zouden komen, die waren niet leverbaar. Nee, die hele bestelling. En je had een boekenkast, eetkamertafel, tv-meubel en een salontafel. En een salontafel. Ja. Uiteindelijk is dus niks gekomen omdat die wieltjes nog onder die tafel moesten. Ja. Toen zei jij van nou ja, stuur dan maar alles op zonder die wieltjes, dan heb ik mijn meubelen. Ja. Toen kreeg ik uiteindelijk, op de dag dat geleverd zou worden, kreeg ik dus helemaal niks. Geen meubels, geen mailtje dat wat onderweg was. En toen heb ik heel boos een mailtje gestuurd van, wat zijn jullie oplichters? Ja. Toen ben ik even flink losgegaan. Ja. Uiteindelijk kreeg ik zaterdagochtend een mailtje van, er komt iets naar u toe. Ja. En dat bleken 2 meubels te zijn. Stond op de order. Ik denk, nou, dat kan niet kloppen, want ik heb er 4 besteld. Dus ik heb het bedrijf die het... Even 1 seconde hoor. Er gaan steeds meer vrachtwagens aan hier. Het zijn inmiddels 3. Wat verdomme. Als je denkt, wat hoor ik... Er zijn wat vrachtwagens aan het werk. Maar ja, vertel verder, ja. Toen belde de chauffeur nog naar mij op van... Ja, ik heb wel vervelend nieuws voor je, maar ik heb maar 1 iets meegekregen en niet 2. Ja. En dat bleek een tafel, de eettafel te zijn. Met wieltjes. Met wieltjes. Ja. Dus, daar kunnen we uit concluderen dat het hele verhaal, de meubelen zijn af... maar we wachten op de wieltjes, dat is een lulverhaal, dat is een smoes. Dat lijkt mij wel. Je hebt ook nog een keer gezegd, ik ga stappen ondernemen. Ik heb uiteindelijk aangifte gedaan. Ja. En dat heb je ook tegen hen gezegd, hè? Ja, ik heb hun ook nog geappt dat het bevestigd was, de aangifte van... je kunt het ook nog bij mij oplossen. Ja, en wat zeiden ze toen? Niks. En wel niks opgehoord. In die end heb je dus nu alleen een eettafel. Ja, voor 1365 euro. 1365 euro. Wat wil jij nou? Het liefst wil ik mijn meubels. Dat toch wel? Ja, ja, dat wil ik nog steeds. Maar dan zeggen ze straks, dan gaan we die toch maken? Ja, heb je 6 maanden. Ja. Misschien met kerst, leuk. Ja, als dat niet kan en als het er niet staat nou, ja, dan zeg ik, geef me geld maar terug. Maar dan wil ik wel alles terug. Ja, wel alles terug. Ja. Jij bent daar geweest 2 keer. De verantwoordelijke was daar toen niet, hè? Nee. Nee, oké. Okay. De eerste keer in het ziekenhuis en de tweede keer Secavia afzwemmen. En... iets in die geest. Ja, smoesjes. Sloeg nergens op. Nee. Oké. Okay. Wil ik eigenlijk ook wel zien, die cavia. Okay. Als ik heel eerlijk ben. Ik hoop erop vandaag. Ja. Ik kan alleen maar hopen. Goed, we gaan nog geld terughalen. Of de meubelen. Ja. Meubels. Wat is het meer? Maakt niet uit. Ik zeg meubelen. Oké, daar gaan we. Oké, dus Suzanne is bijna 1.500 euro kwijt aan meubelstukken waar ze al 8 maanden op wacht. Ze blijft mailen, krijgt soms een reactie. Soms worden er zelfs leverdata beloofd, maar die worden niet waargemaakt. Suzanne hoort dan verschillende smoesjes en uiteindelijk is zij het zat. Ze doet aangifte en stuurt haar broer langs om verhaal te halen. Maar die krijgt alleen ingehuurde werknemers te spreken die zeggen... nergens iets vanaf te weten.
Onthoud dit even. Op het internet zijn er weinig klachten te vinden over smederij van Roekel. En dat is best gek, aangezien er in de Schager Courant nog een artikel van de ombudsman verschijnt over de smederij. Met een klacht die wel heel erg lijkt op die van Suzanne. Een klacht die overigens ook niet opgelost werd tot de krant zich ermee bemoeide. Nou, Suzanne plaatste zelf ook online een klacht, maar die werd weer verwijderd. Dus misschien dat dit vaker gebeurt. Hoe dan ook, genoeg vragen. We gaan op pad. Oké, groot industrieterrein. Ja. Dingen die dus handig zijn om te weten, is bijvoorbeeld dat ze dus wel gevoelig zijn voor pers. Ja, ja, dat blijkt, ja. Ja. En ik ben ook al benieuwd hoe dit nou echt kan. Dat zo lang hoe duren. Kan het nou 8 maanden duren? Ja, dat is gek. Ja, en dan wil ik ze ook niet, ik wil ze niet het voordeel van de twijfel geven, want ze hebben wel gelogen. Is dat hem? Ik weet niet of we aankomen. Kom, ga er maar even heen. Gerrit? Of niet? Nee, het is hem niet. Nee? Oh, er staat wel iemand nu daar voor het raam. Hij kan wel echt uit, uit die deur. Jawel, het is wel die smederij. Dit is het, smederij van Roekel. Loop wel over, toch? Kom maar. Hi. Hi. Hallo. Gerrit? Gaat niet goed, hè? Nee. Nee, hoe kan het nou? We hoorden al dat je een aardige vent was. Maar we hebben wel een probleem. Ik ben Tim. Hi. Hi. Moet je hebben. Jij bent? Ik ben Suus. Hi, Suus. Hi, Suus. Is het voor het eerst dat ik jou goed spreek? Ja. Ja, inderdaad. Hi. Ben jij serieus meneer van Roekel? Ja. Maar de vorige keer besodemieterd, want je zei dat je een lasser was. Dan ben je een mooie lul. Heb je dat echt gedaan? Ja, heb je echt gedaan. Ah, kom op. Ja, ik heb het overzicht niet meer, joh. Nee, dat zal. Maar wacht even. Dus dat is wel leugen op leugen op leugen. Moet dit per se, jongen? Ja, dat zeker. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb je de kans gegeven, jongen. Dat vind ik jammer. Maar als je nou gewoon eerlijk en had gezegd wat er aan de hand is, dan was dit ook niet nodig geweest. Want ik bedoel, ik heb echt alle begrip. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. Ik heb alle begrip. Ja, we gaan het uitzenden. Echt. Nee, joh. Ja, echt. Heel nauw. Ja, ja. Ja, het gaat om veel geld en veel leugens. Je hebt tegen die man ook gelogen dat je de lasser was vorige keer. Je hebt gezegd dat het eraan komt. Je hebt gezegd dat het aan de wieltjes lag, et cetera, et cetera. Het is een web vol leugens. Dus wij willen graag tekst uitleggen en die meubelen meenemen nu. Of het geld terug. Maar kan het niet als een verrassing komen dat er op een gegeven moment hier iemand met de camera boven de deur staat? Nee. Kans genoeg om te reageren. Zeg het maar. Hoe komt dit? Gerrit, wat voor verbinding? Nee, maar Gerrit. Nee. Gerrit, kom op. Nee, dat meen je toch niet? Echt, waar ga je dit nu doen? Nee, ja, zij mag zo naar binnen komen. Ja, Gerrit, maar je moet ook een keer naar buiten. Wij wachten hier, vriend. Nee. Kom op. Hij mag naar binnen en zij mag naar binnen. Waarom wij niet? Dan gaan we het oplossen. Kom. Als je daarvoor open staat. Zijn we ervoor open? Het ligt eraan wat jouw oplossing is. Kom. Jij gaat bepalen hoeveel, maar dan moet jij mee naar binnen. En jij mag ook gewoon mee. Ja, zeg het maar. En waarom leg je niet even uit? Want ik heb hier nog een krantenartikel. Dus er zijn meer mensen. Ja, als jullie moeten even zaken doen. Maar Gerrit, je moet ook een keer naar buiten. Wij wachten hier, hè? Dat weet je. Wat is deze guy nou weer? Ja, Suzanne en haar broer gaan naar binnen en de onderhandelingen gaan meteen van start. Uiteraard gepaard met de nodige smoesjes. Ja, de tv-meubel, of de salontaal is niet een ding. Dat is niet betaald. Die krijgen nog een kast en een hoe heet het, maar ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad om dat helemaal op de rit te krijgen. Zo druk was het. Weet je zelf. Ja, maar hoe maar kan het, in godsnaam? Nou. Je wist de vorige keer ook al dat je fout zat. Jullie hebben iedere keer gezegd dat het klaar was. En ja, het komt volgende week op transport. Ja, zeg dan niet dat het klaar is. Maar er is dus helemaal nog niks klaar. Nee. Maar dan heb je aan de lopende band de boel besodemieterd. Tegen mij, ik ben hier 2 keer geweest. Ik ben hier twee keer hier naartoe rijden. Alleen de tafel heb ik dan. Hij heeft gewoon niks gemaakt. Oh, wat erg. Wat ellende. Dan zijn ze echt opgelicht. Dan zijn ze opgelicht, toch? Ja. Wat vind je van die guy? Ik dacht super aardig. Nou, ik dacht eerst dus, vet vriendelijk dat hij ooit had van, ja, het gaat niet goed. Ja. Oh, maar ik, ja, jammer dat je er bent. Hij werd een soort van... Toen opeens werd hij helemaal zo... Een soort weird toen dacht ik ook wel niet zo wat hij nu gaat doen. Spooky. Ja. Ik dacht ook, hij gaat meppen. Ja, dacht ik ook één dat hij helemaal zou flippen of zo. Holy shit. Ze hebben gisteren een krantartikel onder de ogen gekregen van een ombudsman van het Noord-Hollands Dagblad. Daar heb je ook iemand zijn geld teruggegeven. Die heeft gewoon de geld teruggehad, ja. Ja, die heeft de geld teruggehad. Nadat ze de ombudsman van het Noord-Hollands Dagblad ingeschakeld had.
En wij staan hier nu met een televisieploeg van de VARA om voor hetzelfde te zorgen. Of die fucking meubels, of dat geld terug. En je hebt de meubels niet, dus kom dan maar over de brug met de centjes. Ja, dat zei ik soms nog nee, hè? Ja, dat doen we wel. Ja. Dan wil ik gewoon alles terug. Laat even zien dat je ballen hebt, dat je een beetje zakenman bent. Ja, dat ligt er wel aan wat er uitgezonden wordt. Ja, uitgezonden wordt het sowieso. Hij zegt, ik wil alleen betalen, ligt er aan wat er uitgezonden wordt. Zo werkt dat niet, hè? Die broer, die kan, als ik ermee stop, kan die broer doen. Ja, dat is wel fijn. Dat is ook prettig. Ja. Ik denk dat ze zo naar buiten komen. Ja. Dan gaan ze zeggen, nou, ik krijg het geld terug. Maar ik wil die guy, want dat zin me helemaal niet. Nee. Dat gelieg en bedrieg. Nog niks gemaakt. Die gaat het even uitleggen, want ik weet niet hoeveel mensen hier nog de dupe van zijn. Nee, weet ik ook niet. Dan zou ik de briefjes verwijderen. Die andere vrouw heeft de ombudsman van de krant in moeten schakelen. Ja. Dat is niet de normale gang van zaken. Ja, maar ik bedoel, wij zijn hier openbaar. Ik was echt verbaasd dat je hier was. Nee. We zouden hem te wachten. Even rustig. Hij doet het niet. Nou, wat ik bizar vind, is dat hij dus ook gewoon in het gezicht van die broer gelogen heeft over ik ben maar de lasser. Dat is ook heel weird. Ik ben niet Gerrit. Ja. Die broer die kreeg even... Kijk, Tia. Hoezo zijn we nog steeds verrast? Ja, precies. Dat, ja. Mensen, we hebben hier met te maken. Oh, en? Hij gaat het, boven gaat hij het even regelen. Even regelen. Hij moest even wat belletjes doen. Maar hij zegt dat ik alles terugkrijg. Al het geld? Ja. Tafel mag je houden? Ja, dat hoop ik toch wel, ja. Ja. Daar hebben we het verder niet over gehad. En als het goed is, komt hij zo nog even een verhaaltje houden. Oh, dat gaat hij wel nog even doen. Ja. Ja, ik zei net tegen Marije, als ik hem mis, stop, kun jij doen dit. Ik hoor niet aan. Wat was zijn excuus? Het werd hem allemaal te veel. Allemaal te veel, ja. Ja, maar ze hebben nog niks gemaakt, toch? Nee, 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 uiteindelijk, hij zei net nog dat er iets bij de boerencoten stond, maar dat staat het kennelijk al 8 maanden. Dus. Ja. Even, want jij bent die 2 keer geweest, dus jij hebt hem eigenlijk al ontmoet. Ik heb hem de laatste keer ontmoet. En wat heeft hij toen gezegd dan? Dat hij een ingehuurde lasser was. Godverdomme, ik geloof dat hem niet. Wil je toch ook in de zeik genomen? Ik voel me gewoon echt flink in de zeik genomen, ja. Godverdomme, ja. Oké, dus lang verhaal kort. Ja, hij komt het zo nog even vertellen, toch? Ja, dat hebben we inderdaad wel geopperd. Want je reed misschien nog een beetje redden. Ja. Dit is de zoveelste belofte. Zorg eerst maar even dat je euro's krijgt. Dan daarna fixen wij de rest. Want hij moet hier toch een keer naar buiten. Ik bedoel, hij slaapt hier niet, toch? Nee. Jezus. Wat een verhaal. Die broer ook. Die zal zich godverdomme zijn gezicht gepist voelen, hè? Ondertussen staan er achter ons, net buiten beeld, al een tijd lang een stel mensen te kijken naar wat er allemaal gebeurt bij Smederij van Roekel. En omdat ze er al zo lang staan, dachten wij, laten we eens vragen wat ze willen. Of zij misschien meer weten. Kennen jullie hem of niet? Nou, zij zijn onklonten. Zij reden met mij mee per ongeluk. Oh. Ik dacht van, maar zij... Nee, je lult. Heb je ook je spullen niet? Nee. Nou, kom erbij. Nee, dit verzin je niet. Je verzint het niet. Er staan daar mensen om de hoek te kijken en zwaaien. Ik dacht, misschien kennen ze Gerrit. Ja. Sorry, hoe heet je? Jansen. Ik heet Tim, maar even erbij. Ja. Wij zijn binnen voor 2 andere klanten. Ja. Maar jullie zijn dus ook klant? Ja, wij hebben in april een bartafel en een buitenkeuken besteld. En die zijn er ook nog niet? Nee, nee. Wel aanbetaald en wel van alles beloofd en gedaan. Maar, hoeveel geld? Ja, bij elkaar iets van 4.500 euro. Jezus! Echt waar? Ja. Oh, wat erg. En niks? Ja. Niks. En de communicatie dan? Niks. Regio nee, vandaar, wij wonen in Bilthoven en vandaar dat we even... Je dacht, ik blijf even langs. Kijken. Ja. Nee, je verzint het niet. Ja. De klanten waar wij mee zijn gekomen, die krijgen als het goed is straks ook hun geld terug. Maar dat is 1350 euro. Ze hebben ook 8 maanden gewacht dat er nog niks gemaakt was. Ja. En allemaal smoesjes en verhaaltjes. Ja, nou, ze zouden ook wat komen bezorgen. En dat hebben ze niet gedaan? Nee. Kunnen we je helpen met iets? Ja, misschien. Wellicht, ja. Nou. We zijn er nou toch, hè? Ja, we zijn er nou toch. We kunnen het goed wel regelen. Ja. Nou, hoe kan dit nou? Ja. Oké, nou, meneer Jansen. Oh, hier komt iemand naar buiten. We hebben nog een klant. Die nog voor 4.500 euro spullen krijgt. Wil jij even Gerrit erbij halen? Ik weet niet waar die is. Ja, hij is boven. Oké. Ja. Geen idee. Oké, nou ja, goed. Nou, het zou jullie wel sieren om andere mensen dan eventjes... Nou, mensen die wel tevreden zijn, om die even aan boord te laten. Waarom? Ja, weet ik niet. Dat lijkt me dan... als je het één laat zien, dan moet je wel toch het andere laten zien. Kijk, het is nu zo dat volgens mij gaat er gewoon iets mis. En daar kan je prima een reportage over maken. En blijkbaar gaat het zo mis dat ik hier nu nog een klant heb staan. En dat ik hier in de krant nog een klant heb staan.
Dus ik denk dat het goed is als er wat geregeld wordt, toch? Werk jij, is het ook van jou, het bedrijf? Nee, oké. Okay. Nou goed, dan doen we even de zaken met Gerrit. Doel, jullie zo kinderachtig zijn om alleen maar de dingen te laten zien die niet goed gaan. Mag je tip geven? Hoezo is dat kinderachtig? Niet wrijven. Wat zeg je? Niet wrijven in de vlek, wordt alleen maar broerder. Er wordt er alleen maar broerder op, joh. Doe nou niet. Wat ben jij aan het doen, joh? Wat ben jij aan het doen, joh? Oh, doe even normaal, hè. Doe even kalm, joh. Of wat? Een beetje agressief lopen. Heb ik jou hier de eerste keer gezien, of niet? Ja. Dat ik hier was. Stoor je zo voor me? Ja. Stoor je een partij breed te doen? Ja. Ja. Maar je snapt toch ook dat mensen ontevreden zijn als ze nog geld krijgen? Het gaat om 4.500 euro, 1.300 euro. Dus dat is veel geld. Dat ze daar ontevreden over worden. Natuurlijk, dat zal ook opgelost worden, denk ik, of niet? Het wordt nu pas, wordt er aanstalt genomen tot oplossen. We zijn 8 en bij deze, hoeveel maanden verder? 5? 4? 4, 5 maanden verder. Dat is toch niet zoals het hoort? Ja, het is toch niet zo gek dat wij dan opkomen draven? Of dat mensen misschien een beetje breed gaan doen? Of dat ze ontevreden zijn? Of dat er hier een verhaal over gemaakt wordt? Of vind je wel gek? Ik zeg, laat ook even andere dingen zien. Ja. Ik zal er een plaatje bij doen van een mooi gelukte meubel. Dat zal ik absoluut doen. Maar ik zou eerst regelen dat hier dat geld terugkomt. Wat is dat voor chefke, joh? Ja. Oh, komt goed, hoor ik van boven. Ja? Gerrit, ik heb hier nog een klant die kwam aanlopen. En die heeft nog 4.500 euro aan meubelen te goed. Een staattafel en een buitenkeuken. Ja, die krijgt aan. Krijgt hij die zo mee dan? Nee, niet. Ja, oh. Ja, die willen ook graag zijn 4.500 euro zien. Of meubels, nu. Samen dan. Oh, daar is het. Ja, we zijn er. Nee, jullie kunnen dan naar boven. En ik heb hier nog een klant, Gerrit. Mag die wel naar binnen? Ja, die mag ook mee. Die mag ook mee? En de deur mag ook naar binnen. Ja, is goed, wij wachten hier op jou, want je gaat straks even uitleg geven, toch? Ik ga wel uitleg geven. Ja, helemaal goed. Oké, hey, zet hem op, hè? Zit ik. Yo. Vraag eens, kan iemand haar even appen of ze er bandrecorder aanzet? Even kijken. Onder welke naam heb jij voldaan, werd gevraagd. Even kijken. En wanneer is dat geweest? In? Januari. Okay. Nou, dan doen we het anders. Ik ga het gewoon openmaken, alleen dan moet je even je rekening geven. Want ik kan het niet vinden, anders dan stop ik het terug, zeg maar, weet je wel. Prima. Wat gebeurde er net bij je? Je collega, die werd een beetje boos. Hey, dus als het goed is, wordt hij nu betaald? Ja. Oh, in ieder geval van onze gedupeerde. Ja. Hopelijk ook die andere meneer. Zou leuk zijn. Meegenomen. Wat is dit nou? Ik weet het niet. Maar er waren zoveel plot-twists. Nee, ik dacht we lopen in, uit, sorry. Ja, want het scheen dus dat hij aan de telefoon een beetje zielig klonk. Ja. Een beetje lief. Maar hij doet niet zo blijkbaar zielig, hè? Binnen zeggen ze. Ja. Ja. Iemand naar beneden. Oh ja, komt ie? Kom maar. Hallo Gerrit. Hallo. Hallo, is het geregeld? Het is geregeld. Het is geregeld. Ja. 1365 euro? Ja. Dat is teruggestort. Die is teruggestort. Ja. En die andere klant, die kwam ook nog bij. Ja, dat komt helemaal goed. Ja? Het gaat om deze klanten, hebben we netjes afgehandeld. Okay. De drukte is dat er gewoon tussendoor schoten, niet netjes gecommuniceerd. Ja. Daarvoor wel mijn excuses. Door drukte, ik zeg je daar. Absoluut. Ja. Ja. En waarom heb je niet gewoon eerlijk gezegd, dit is aan ja, de hand? Dat is gewoon dom geweest. Van leugen naar leugen gaat het om. Ja, dan gaat het en dan kom je er eigenlijk niet uit. Nee, dat is gebeurd nu. Dat was gebeurd. Ja. En in deze hebben we het nu even recht getrokken en ga mij niet nog een keer doen. Nee, oké. Dat neem ik van je aan. Ik heb ook mijn twijfels, omdat ik dus net een klant tegenkom en ik zie dat in de krant de ombudsman ertussen moet komen. Snap je dat? Dat snap ik, ja. Maar daar moeten we het nu mee doen. En hoeveel klanten zijn er nog in dezelfde staat? Niet. Niet? Nee. Dat weet je zeker? Ja. Maar maak die uitzending, krijg je 0 mails. Ja, ga ik je een handen geven. Ja, ik heb nog de best vervelend als je 8 maanden lang in een huis zonder meubels te zitten komt. Zoals dat blijkbaar bij jullie klanten het geval is. Ja, die is voor je kantoor. Als reminder van doe het gewoon niet meer. Wij wachten nog even op die andere mensen dan. Even kijken wat daar het geval mee dat wordt. Is prima, joh. En wat ga je nu anders doen? We gaan duidelijker communiceren. Oké. En minder klussen aannemen? Of hoe zit dat dan? Nee, je gaat niet het werkt niet op deze manier, toch?
Ik ga het hier wel bij laten. Ja? Ja? Nee, maar ik denk als mensen nog bij je willen kopen, want ik hoorde net van je boze collega dat er ontzettend mooie dingen gemaakt worden. Dan is mijn vraag, waarom moeten ze alsnog bij jou kopen? Wat ga je anders doen? Ik ga het gewoon hierbij laten, want dit wordt een heel lang verhaal. Nee, maar het is toch juist goed als je hier toch staat? Ja, dat klopt. Ik heb mijn excuus aangeboden en ja, daar wou ik het gewoon het bij laten. Ja. Oké, okay, maar ja? Ik vind het opvallend dat het kan gebeuren, dit. Het kan gebeuren, ja. Ja. Nou, dan moeten we het meedoen. Ja, maar het is niet alleen bij hen. Dan moeten we het wel meedoen, ja, toch? Oké, okay, wat nou als ik na deze uitzending weer 10 mailtjes krijg? Ik krijg wel 3000 euro, 1000 euro, 500 euro. Wat moet ik dan doen? Langskomen. Mij bellen. Langskomen. Ja, want dat gaat niet gebeuren. En nou, stuur hem wel door dan. Helemaal goed. Ja. Hé, hey, dankjewel, hè. Hoi. Dag Gerrit. Nou, laten we beginnen met gefeliciteerd. Ja, dank je. Geld is terug. Geld is terug. Je hebt het gecheckt. Ja, het hele bedrag. Het hele bedrag. En die tafel, daar hebben we het niet over gehad, nee, maar die houden we lekker. Die houden we lekker. Ja, groot gelijk na 8 maanden, helemaal niks. En stress en vervelendheid. Ja. Wat heeft hij allemaal gezegd tegen jullie? Want ik krijg hier net natuurlijk een PR-praatje waar hij niet helemaal uitkwam. Ja, het lag niet aan hem. Hij is heel zielig eigenlijk. Ja. Hij is heel zielig omdat hij een heleboel te doen heeft. Even resumeren, dat geld komt terug. Hij heeft dus gelogen wie hij was tegen jou. Dat vind ik zo sprekend. Ja. Hij heeft constant afspraken verschoven, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dat hele dossier hebben we gezien. Heb je nou ook gedoe met smederij van Roekel? Laat het ons even weten, boze@bnnvara.nl. Kijk, Gerrit zegt nul. Wij krijgen nul mails. Nou, lieverd, kom nou, sorry, kom hier even onder staan. Het is helemaal nat. Nee, kom. Geef het niet. Nee? Okay. Hoor erbij. Nou ja, nul mails. Zegt hij, we krijgen nul mails. Nou, ik geloof dat toch niet helemaal. Hij had ook geen goed antwoord op wat hij nou anders ging doen. Dus nogmaals, je moet bij ons zijn, boze@bnnvara.nl. Want als wij erbij zijn of de ombudsman erbij is, dan betaalt hij opeens wel. Waarvan akte, toch? Ja. Nog boos? Nee. Nee, jij? Nee, wel mooi opgelost. Prima, toch? Ja. Kunnen we weer door met leven. Ja. Alleen nog even benieuwd naar familie Jans. Maar ja, laten we even weten hoe dat afloopt. Oké. Okay. Hebben een fijne dag nog. Fijne dag. Als je nog een stagiair nodig hebt, dan... Ja, ik weet je te vinden. Oh, daar is meneer Jans. Liep daar langs. Wij gaan nog heel even dat verhaal maken. Oké. Okay. Nou ja, meneer Jansen. Ik weet niet of die echt zo heet trouwens. Ik ook niet. Zij zijn het is zo zielig. Dan. Die vrouw die staat dus binnen. Die gaat een beetje uit het dak. Ja, we hadden het net al over. Dus waarschijnlijk heeft hij gedacht, wacht even. Die anderen krijgen 1300 euro in één keer terug. Wij zijn ook al 5 maanden aan het wachten. 45 euro. Fucking 100 euro. Weet je hoeveel dat is? Echt veel geld. 4.500 euro. Ik snap wel dat je boos wordt. De hele zomer wacht op de buitenkeuken. Fucking ding kon niet. Zit al thuis door een pandemie. Deze clown gaat met 4.500 euro vandoor. Ja. Cameraploeg komt, geeft de rest geld mee. En hier gaan ze zeggen, nee, komt wel goed. Ja, ik zou er ook niet meer geloven. Maar dit zijn de enige klachten. Enige klachten? Enige klachten. Ja. Heel toevallig. Daarom wist hij ook dat we al kwamen. Ja, precies. Voor deze ene klacht. Zo, helemaal de week. Ah, liefie. Oh. Daar. Dag meneer Jansen. We hebben jullie paraplu nog. Ja. Alsjeblieft. Nou. Wij hebben het met een opgelost. Ja? Ja. Dus ze zeggen te leveren en we hebben voor nu ons geld terug. Oh, echt? Ja. Je gaat teruggestort. Oké. Nou, toch prettig. Wat dat ze controleert dat hij schreef, dus hij zegt dat. Ja. Oké. Dan, oké. Okay. Nou ja, gefeliciteerd daarmee. Beetje een rare situatie, hè, toch? Ja. Ja. Ja, wij kwamen hier eigenlijk gewoon even het verhaal halen. En het hele entourage is erbij gekomen. Ja, gefeliciteerd met de euro's. Ja. 4.500 euro, veel ook, hè? Uiteindelijk is dat veel geld. Ja, veel geld. Ja. Oké. Okay. Nou, heb een fijne dag nog. Ja, u ook. Dan, Ja, je wordt nou weer nat. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, we gaan weg. We zijn nu klaar. Okay. Dag meneer Jansen, tot ziens. Hoi, hoi. 4.500 euro. Ja. Dat is dus ook geregeld nu. Je gaat mij niet wijsmaken dat dat anders wel geregeld is. Nee, precies. Het komt echt denk ik voor ons, echt omdat hij durf ik te claimen. Geen paniekje. Ja. Maar goed, ja, nogmaals. Je hebt net al gehoord, we hebben nog even op de familie Jansen gewacht. Maar ben je nou ook boos op smederij Van Roekel? En heb je wel een klacht? Hij zegt dat er nul zijn. Ja, ik ben benieuwd hoor. Laat ons weten, boze@bnnvara.nl. Ja. Volgende week zijn we er weer. Yes. Toch? Zin in. Nu droog in de auto zitten, ja, mag dat? Dat doen? Zo, dat is opgelost. Inmiddels in ieder geval voor Suzanne en hopelijk ook voor de familie Jansen. Maar wat we niet kregen was een duidelijke uitleg van Gerrit. Hier nog een keer. Hi Gerrit. Volgens hem zijn er nul mensen met klachten. En daarom zijn wij benieuwd. Heb jij toch ook klachten over de tent van Gerrit? Mail ons vooral op boos@bnnvara.nl. Ook als je boos bent over andere dingen. Dan zorgen wij in ieder geval dat alles op de juiste plek terechtkomt. Voor nu, abonneer op ons kanaal en tot volgende week. Bye. Marije. Ja. Wat rijmt er op poen? Koen?
Ja, Zoen. Of Siewert heeft onze 9 miljoen. Ik denk, plant het zaadje alvast. Hey, luister. Als je nou meer zaken wil weten, moet je dan doen? Instagram volgen. We willen graag dat je abonneert op ons kanaal. Op naar de 600.000. Eén groot leger gaan we ervan maken. Comment. We willen graag weten wat je vond. Zeker. En de duimpjes omhoog. Niet vergeten. Zijn we er volgende week weer? Ik hoop het. Dat is het. Weet het maar nooit. Nou, ik zie het iets positiefs in. Tot volgende week.